De Algemene Belangenorganisatie Suriname, ABOS, heeft vanmorgen tijdens een persconferentie aandacht gevraagd voor de domeinproblematiek in Suriname. Volgens voorzitter Martin Atencio worden de minder draagkrachtigen in de samenleving van het kastje naar de muur gestuurd wanneer het komt op het aanvragen van grond bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Er zijn verschillende groepen die hun beklag doen bij de organisatie en elke groep heeft een ander karakter, zegt Atencio. Met name 1, aanvraag. 2, je hebt mensen met bereidsverklaringen. Je hebt mensen met beschikkingen, ja. Want mensen hebben bereidsverklaringen gekregen van de desbetreffende instantie. Getekend door een minister zelf, maar hun gronden worden weer afgepakt door dezelfde instantie. We hebben nu ook mensen met beschikkingen. Die mensen lopen decennia lang rond met beschikkingen, toch? Maar ze kunnen hun gronden niet vinden. En dan moeten we onszelf afvragen dat wanneer je dan documenten op long term in je handen hebt, wat gebeurt dan met die documenten? Het vervalt. En wanneer het vervalt, dat dien je dan weer een andere aanvraag te gaan doen. Atencio legde de nadruk erop dat als er een nieuwe minister wordt aangesteld op het ministerie, dat hij of zij ervoor moet zorgen dat er serieus wordt omgegaan met personen die graag een stuk grond willen. Het doel van deze persconferentie is dat wij dan benadrukken voor de komende minister die aanzit en voor de DNA. Ja? Dat die 50% die nog rest gewoon gecontinueerd dient te worden. Dat men niet weer terugkomt en ik ga eerlijk zijn, we hebben documenten die we hebben gekopieerd. Kijk, dat is jou toe. Maar we zijn niet in staat om weer te gaan geven. Die 50% die daar staat, die daar ligt op tafel van het ministerie, wat de minister gaat overnemen, die moet gecontinueerd worden. Het is gewoon weer simpel. Die moet gecontinueerd worden. In een koaksmibaka, ja mensen, jullie moeten documenten brengen. Ik heb hier mijn commissaris vlak naast mij. Ze is weer gegaan naar het domein. Ze moest weer. Alles maar zeggen, domein baka. Dat was zogenaamde communicatieunit. Ja, vullen jullie deze formule, dan gaan we kijken als we dat kunnen verspoedigen. Dat willen wij niet. De organisatie heeft meer dan 900 casussen die zij aan het aanvechten is met domeinkantoor en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.